Kies voor techniek, want techniek is de toekomst. Dordrecht is een stad van handel, techniek en economie. Daarom streven we naar meer sterk techniekonderwijs in de regio. Ik heb voor techniek gekozen omdat ik mijn creativiteit kwijt kan. Ik heb voor techniek gekozen omdat ik graag met mijn handen werk en omdat het niet alleen voor jongens is. Hier in Dordrecht hebben we heel veel water en ik wil later de scheepswijn. Dus daarom kies ik voor techniek. En ik vind het leuk om dingen te ontwerpen. Goed dat u hier allemaal bent, op deze hele mooie plek, deze prachtige voorziening. Het afgelopen jaar zeer smaakvol verbouwd. En hier wordt vooral horeca, gastvrijheid gedoseerd. Maar u bent wel degelijk ook een plek, een hotspot in Nederland, waar het gaat over techniek, technologie en de prachtige samenwerking van tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ik ben geïntroduceerd als wethouder arbeidsmarkt, onderwijs en educatie. Ik heb ook werk, inkomen, zorg en welzijn in het portefeuille. En dat voeg ik er even aan toe, omdat we zien dat techniek en technologie steeds meer haar weg vindt, ook in andere sectoren. Op deze plek is er al heel veel techniek aanwezig. Kijk alleen al naar de computers en alles wat daarop aangesloten is. Maar zeker ook in de zorg. Zorgtechnologie, dat neemt een enorme vlucht en een van de uitdagingen van de toekomst is inderdaad die vergrijzing. Er is voldoende handen aan het bed en we zien dat techniek en technologie daar ook een steeds belangrijke rol in gaat vervullen. Ik ben Lucien Verhoef, directeur Insular College Leerpark, de VMBO-afdeling. Ja, vanmiddag is er eigenlijk een startschot gegeven voor techniek, ja. Sterk in techniek. Wat betekent dat voor de school? Sterk techniekonderwijs heet officieel het project waar we mee bezig zijn. Dat betekent een enorme boost voor de school in de zin van dat wij daardoor moderne voorzieningen kunnen aanschaffen. Machines, apparatuur. De samenwerking die we zoeken met het mbo en bedrijfsleven maakt daar deel van uit. En wat ook heel belangrijk is, de professionalisering van de docenten die lesgeven aan onze kinderen. En uiteindelijk hopen wij hiermee meer kinderen te interesseren voor het mooie vak techniek. De arbeidsmarkt vraagt heel veel technische mensen. En wij, het VMBO, daar begint het eigenlijk om leerlingen enthousiast te maken. Maar het begint nog iets eerder. Op de basisscholen proberen we ook al leerlingen enthousiast te maken voor het vak techniek. En op het leerpark willen wij een technolab gaan inrichten waarin we basisscholen kunnen ontvangen. En om die kinderen enthousiast te maken voor het vak techniek, robotica enzovoort. We hebben het bedrijfsleven heel hard nodig om stageplekken voor onze leerlingen te creëren. Zij werken daar heel graag aan mee. En daarnaast is het bedrijfsleven ook heel belangrijk om docenten te ontvangen en die daar stage laten lopen, zodat die ook in aanraking komen met de moderne en de nieuwe technieken. Hoe lang gaat dit project duren? Dit project is voor de duur van 4 jaar is de financiering in principe veiliggesteld. 4 jaar stopt het niet. Dan hopen we dat we ons zo ver ontwikkeld hebben dat we ook wellicht zonder subsidie het project verder kunnen draaien.